Een hele goede morgen. Ik ben jarig. Hiep, hiep, hoi. Yay. Ik heb een heel leuk cadeautje gekregen van mijn kinderen en van mijn vent. Buikgriep. Ja. Ja, heb ik gekregen. En Niels die heeft ook last van buikgriep. Dus het is een gezamenlijk cadeautje geweest. Ja. Niels die ligt daar. Met Sam. Ik lig hier met Liam. Ik heb koorts. Toen ik straks meette, ik denk dat dat 2-3 uur geleden was. Toen had ik 38,7. Dus, hè? Niet top. Ik voel me ook niet top. Maar goed, hè? Ja, dat is gewoon zoals het is. Ik heb het idee alsof mijn... Ik heb altijd al spierpijn voor mijn reuma. Dus ik ben wel wat pijn gewend. Maar nou... Het is toch wel hele andere spierpijn, hoor. Kan ik je melden, ja. Dat is ook de reden waarom ik nou niet op zolder ben om te rusten. Want dan moet een wc in mijn buurt hebben. Ja, ik ben bang dat, dat ik daar niet ga redden. Ik denk beter een luier van Jordi aan. Maar goed, ik lig gewoon lekker op de bank. Niels ligt er ook lekker. Niels, kun je even roepen hoe het met jou gaat? Ja? Hoe gaat het met jou? Redelijk. En hoe gaat het met Jordi? Wel een stukje beter, denk ik, ja. Ja, een stukje beter, oké. Okay. Dus dat betekent, Jordi heeft er vanaf vrijdag nacht last van gehad. Vrijdag, zaterdag, zondag, maandag. Na 3 dagen of zo, 2-3 dagen zijn we de lul. Mm-hmm. Meestal moet je daar naar Jordi kijken. Die andere 2 moet je niet naar kijken, meestal moet je naar Jordi kijken. Dus ja, dat... Eigenlijk had Niels gewerkt voor vandaag, maar die is ook ziek. Dus dan blijf je gewoon thuis. Een hele goede avond. Ik heb gisteren niet meer gevlogd en vandaag de hele dag niet. Ik was nog steeds niet lekker. Ik ben nu wel aan de betere hand, maar nog niet super goed. Ik heb mijn gezicht heel eventjes ingesmeerd en gedaan. Je ziet overal waar het rood is, zit allemaal eczeem. Dat is allemaal eczeem. Ik heb helemaal behandeld nu. Laten we hopen dat het hier ook allemaal eczeem. Maar goed. Dat hier op mijn kin. Eczeem. Hier zo eczeem. Maar goed, dat komt allemaal goed. Ik heb het ingesmeerd. Ik ben het aan het behandelen. Maar wat heb ik de afgelopen dagen koorts gehad, jongens. Echt. Echt koorts, koorts, koorts. Niels is heel eventjes het emballage wegbrengen. Want... ja, dat bleef zich ook maar opstapelen. Maar jeetje, waar heb ik een koorts gehad. Och jongens toch, ik dacht dat ik wist niet meer of ik voor of achter leefde. Echt niet gewoon. Ik was niet in staat om te filmen of om na te denken of wat dan ook. Ik heb vandaag wel wat dingetjes gedaan. Maar dan wel met verhoging. Ik moet zeggen dat het nu... Ja, nu is het wel een heel eind rustig. En de scheidritis is ook rustiger. Het is nog niet helemaal weg, maar het is rustiger. Dus ik kom er wel weer bovenop. Maar man. Tijd geleden dat ik mij zo heb gevoeld, zeg. Jezus Christus. En ja, dat zeg ik inderdaad. Jezus Christus. Want ik heb vaak gezegd, hoor. Jezus. Ik weet niet meer hoe ik dit moet doen. Hoe moet ik dit toch doen? Maar ik had gewoon geluk dat Niels maandag en dinsdag thuis was. Hij was zelf ook niet lekker hoor. Was zelf ook ziek. Maar normaal gaat Niels dan alsnog werken. En ik ben meestal een dagje ziek en dan gaat het wel weer. Maar bleef echt even aanhouden. Maar goed, laten we hopen dat het morgen nog een stuk beter gaat. Jordi, daar gaat het op zich eigenlijk wel goed mee. Hij heeft wel een loopoor, maar het is geen ontsteking, want het is gewoon helder vocht. Dus dat is gewoon van de... normaal blijft dat achter het trommelvlies zitten, maar omdat hij buisje heeft, loopt dat er gewoon uit. Dus daar moeten we even mee uitkijken, maar het gaat oké. Hij is wel verkouden, niet helemaal lekker, maar het is zoals het is. Liam gaat eigenlijk gewoon alles prima mee. Sam hoest. Ik heb ook nog steeds een hoesje, maar ik had en een hoesje en diarretes. Niels gaat in principe ook weer goed mee.
Die heeft vanochtend ook Liam en Jordi naar school gebracht, zodat ik de ochtend rustig kon opstarten. Ja, zoals het er nu uitziet, gaan morgen Jordi en Sam naar school. En dan hoop ik vrijdagochtend iedereen weg te hebben. Maar ja, je weet maar nooit hoe het loopt. En dan ja, zullen we het wel weer zien hoe de week loopt. Maar jeetje. Dit is echt... Ik heb maandagochtend wat gefilmd. Omdat ik dacht van ja, ik heb koorts. Maar hè. Maar ik heb echt, ik denk in een paar dagen tijd. Ik denk gewoon voor een hele dag. Misschien wel 2 dagen bijslapen. Ik weet echt niet hoe waar ik het moest laten. Maar goed. Ik hoef daar alleen nog maar even kleren klaar te leggen voor de kinderen. En de tas klaar te zetten. Brood heb ik al gesmeerd. En ik zit nu heel even rustig op de bank. Nadat ik continu last van mijn gezicht had. Dus dat heb ik allemaal even behandeld en gedaan. En ingevet. En nou, alles wat ik ermee kan doen en moet doen heb ik gedaan. Dus dat heb ik geregeld. En ja, we gaan het morgen wel zien hoe het loopt. Dus... Het is wel een extreem korte vlog waarschijnlijk, maar we gaan wel zien. Een hele goede middag. Ik heb vanochtend Jordi naar school gebracht, Sam weggebracht. Inmiddels is Sam ook alweer thuis. Liam is vandaag onmogelijk in zijn gedrag, dus dat is gewoon niet te doen. Ik ben ook tegelijkertijd voor Niels werk bezig, want ze wilden allemaal gehaktballen hebben vanmorgen. Dus die ben ik nu aan het maken. Zodat dat morgen gewoon mee kan naar het werk van Niels. En ja, ik heb 25 half om half gehaktballen. En ik moet er eentje proeven of dat het wel lekker is. 4 kip gehaktballen. Eigenlijk 4,5, want ik heb een klein beetje had ik over. En ik heb getest of dat lekker is wat ik nou heb gedaan. Want voor mij is het ook elke keer uittesten. Want ik ben niet gewend om met kipgehaktballen te maken. Dus dat. Want die jongen is moslim. En ja, nou, ik heb in die pan nog nooit iets met kip of met rund. Nog nooit iets met varken gedaan. Met die deksel heb ik nog nooit iets met varken gedaan. Dus ja, dat. Ik heb gevraagd aan hem hoe dat precies werkte. En zoals ik dacht dat ik het moest doen, was prima. Dus dat was goed. Dus ja, dat. Nou ben ik dat allemaal aan het maken. En ja. Als het klaar is klaar. En dan staat het in ieder geval ook al klaar voor morgen. Hoef ik daar in ieder geval al niet meer over na te denken. Dus dat is in kunnen inkreuken. Maar nogmaals, Liam is onmogelijk vandaag. Dus... Ik ben er al wel weer klaar mee, kan ik je melden. Nou, het is weer bingo hier in Huizen. Ziek zijn. Godverdomme. Ik haalde Jordi op van school. En toen zei de juf... Ik denk dat hij oorontsteking heeft. Hij, zijn vocht zeg maar, van zijn oor, die is geel aan het worden. Want ik had gezegd van als hij geel wordt zeggen, want dan moet ik naar de huisarts. Dus ik de huisarts gebeld. Ik denk dan maak ik een afspraak voor morgen. Dan als ik die afspraak voor morgen heb, dan heb ik die andere twee op school zitten. En dan kan ik dat rustig met Jordi doen. Was dus geen afspraak te krijgen. Ik kon alleen nog om 4:30. Ik heb Niels gebeld. Ik zeg Niels, ik zeg sorry. Ik zeg maar je moet nu naar huis komen. Want ik moet nu met Jordi naar de huisarts. Nou... Uiteindelijk Niels naar huis gekomen. Ik is snel naar de huisarts. Ja, oorontsteking. Ja. Dus. Ja. Morgen blijft Jordi dus thuis. Dat had ik al met de juf afgesproken. Nu helemaal. En dan hopen we dat eigenlijk binnen 48 uur gaat doen wat hij moet doen. Ja. Echt deze wintermaanden. Herfstmaanden. Wat je er ook van wil maken. Bacterie, virus, maanden. Ik ben het helemaal beu. Ik heb schrale lippen van Apkjouda. Ik heb deze gekocht, perzik. Want iedere keer die droge vaseline smaak. Nou heb ik dan net even een chemisch perzik smaakje. Ah joh, ziet er ook nog mooi uit ook. Hè. Ja.
Maar in ieder geval, we hebben bingo. Dus bingo op de kaart. Dus Jordi is morgen thuis. Niet erg. Maar morgen gaat wel Sam en Liam naar school. Dus we gaan het allemaal wel zien. Zo. Ik ben net de trap opgelopen. Ik ben nog steeds zo snel moe. Ah, aan het ziek zijn. Maar goed. Ik ga zo kleren pakken. En ik ben ook afgevallen. Ik ben bijna 7 kilo afgevallen van het gezeven van de week. Oeps. Maar ja, dat komt er wel weer bij. Komt allemaal goed. Morgen, als jullie dit zien, is het 1 december. En ik heb voor mezelf een challenge gemaakt voor in december. Voor in december. En ja, daar ga ik deze vlog mee afsluiten. Zoals jullie weten begint op 1 december altijd de adventkalenders. En wat heeft deze mama voor zichzelf gekocht? Een Douglas make-up adventkalender. Mijn challenge is, en ik weet er zitten ook 2 nagellakjes in, maar die ga ik niet gebruiken. Die bewaar ik wel voor als ik in de zomer meteen weer ga lakken. Maar op die dagen verzin ik iets anders. Maar ik moet elke dag moet ik iets met wat ik hier uithaal, moet ik iets doen. En wanneer is dat dat ik dat moet doen? Als ik de kinderen naar school heb gebracht. Dan moet ik hier een vakje van openmaken. En dan moet ik er iets mee doen. En dan ga ik jullie hier meenemen. Dus dat gaat mijn challenge worden in december. En nee, ik ga niet veel van mezelf vragen. Want ik ga niet mezelf full face make-up geven en dat soort dingen. Maar ik moet er wel iets mee doen. Dat is de bedoeling. Dus ja. Dat is wat we gaan doen. En dan op eerste kerstdag. Dan moet ik proberen alle producten te gebruiken. Of in ieder geval zoveel mogelijk producten ermee gebruiken. Dus dan gaan we proberen. Ik vond het wel een leuke challenge. Voordat ik Jordi kreeg. Voordat ik Jordi kreeg, deed ik heel veel aan make-up en iets aan mezelf. En dat doe ik sinds ik moeder ben niet meer. En ik heb geen beeld van, oh, ik moet altijd in de make-up staan of wat dan ook. Absoluut niet. Maar ik wil wel iets meer aan mezelf gaan doen. En ja, ik vond dit gewoon een hele leuke challenge. Dus dat. Maar goed, het is een enorm korte vlog. Hij gaat ook niet veel langer worden. Het is niet mijn beste vlog. Het is niet de meest charmante vlog. maar ja, soms word je gewoon gevloerd. En dat was nu. Dus ja, ik ga even kleren pakken voor de kinderen en die klaarleggen. En dan ga ik lekker mijn bedje opzoeken. En slapen. Slapen, slapen, slapen. En morgen weer een nieuwe dag, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dus bij deze, bedankt voor het kijken en tot de volgende.